oorlog begin dit jaar allebei schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Verenigde Naties. Het rapport zegt dat Israël bovenmatig geweld gebruikt heeft tegen burgers. Maar ook Hamas-strijders hebben oorlogsmisdaden gepleegd met hun raketaanvallen op Israëlische doelen. 22 dagen duurde de Gaza-oorlog. Israël lanceerde het offensief om een eind te maken aan de voortdurende raketbeschietingen van Hamas-strijders. Bijna 1400 doden vielen er aan Palestijnse kant, onder wie veel burgers. Aan Israëlische zijde 13 doden, 10 militairen en 3 burgers. En nu ligt er dus een VN-rapport van 575 pagina's met daarin harde kritiek, vooral op Israël. The mission concluded that actions amounting to war crimes and possibly in some respects crimes against humanity were committed by the Israel Defense Force. Het rapport noemt een aantal voorbeelden van oorlogsmisdaden. Het bombarderen van een huis waar het Israëlisch leger juist Palestijnse burgers had opgesloten. Het beschieten van inwoners van Gaza die met een witte vlag hun huis probeerden te ontvluchten. Een aanval op een moskee tijdens het gebed. En een aanval op een ziekenhuis met een daarnaast gelegen ambulancepost. Israël weigerde mee te werken aan het onderzoek en heeft het rapport meteen als partijdig verworpen. Hoewel ook Hamas niet gespaard wordt. De Palestinian armed groups. There's no question that the firing of rockets and mortars was deliberate and calculated to cause loss of life and injury to civilians and damage to civilian structures. The mission found that these actions also amount to serious war crimes and also possibly crimes against humanity. De commissie Goldstone stuurt het rapport op naar het internationale strafhof in Den Haag, maar roept ook individuele landen op mensen te vervolgen die het oorlogsrecht schonden, of dat nou Israëli's zijn of Palestijnen.